Hallo en welkom bij de Startup Antwerp en Groeispurters podcast. Ik ben Giel Cambré, medezaakvoerder van Groeispurters, een onderneming waar we mensen gelukkig maken met professioneel beeldmateriaal in de vorm van foto's, video's en podcasts. Deze podcast is ontstaan in samenwerking met Startup Antwerp, de Antwerpse community builder bij uitstek, die startups, gevestigde waarden en academische spin-offs met elkaar in contact brengt. Tijdens deze podcastreeks gaan we dan ook in gesprek met tal van starters, spin-offs en grote ondernemingsreuzen. Dus hou je eigen al maar vast, want de waardebommetjes liggen klaar voor lancering. Veel kijk en luisterplezier. Goed, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Startup Antwerp en Groeispurters podcast. En ik zit hier vandaag met twee, ja, toch wel... belangrijke en toffe gasten. We gaan het vandaag hebben over branding. Maar misschien moeten we eerst eens beginnen met een kleine voorstelling. Ik ga beginnen aan de dame. Ah, de ladies first. Ja, inderdaad. Kun jij eens even vertellen wie dat je bent, wat dat je doet, voor elk bedrijf dat je werkt? Ja, super. Dus ik ben Jolijn van Eijk, enerzijds van VOCA, de Kamer van Koolpanel Antwerpen-Waasland, maar ook van de Wijnbrigade. Dus van hoofdberoep ben ik startersadviseur en begeleid ik pre-starters en start-ups binnen het Brio-verhaal. Dat is de starterswerking van VOCA. En anderzijds ben ik een fervente wijnliefhebber en heb ik zo'n 1,5 jaar terug met die passie een onderneming gestart, de Wijnbrigade, met als doel om wijnkennis heel toegankelijk en fun te maken voor jonge levensgenieters, zoals ik. Alright, kort en duidelijk. Ja. Goed, dan gaan we even verder. Ja, inderdaad. Branding, inderdaad, Stef, kun jij je eigenlijk eens even voorstellen? Ja, ik ben Stef Verbeek. Ik ben merkstrateeg, al meer dan 20 jaar. Gepassioneerd door merken, zeg ik dan altijd zo. Klinkt zo mooi, hè? Dus ik sta daarmee op, ik ga daarmee slapen. Beroepsmatig ben ik dus ook merkstrateeg en partner bij Pavlov. Dat is een niche consultant in alles wat met branding te maken heeft. En wij begeleiden bedrijven, ambitieuze bedrijven en ondernemers, van kleine starters inderdaad, effectief, tot grote multinationals, overheden, in het positioneren van hun merken, dus als wat merkstrategie is. Wij zijn niet zo de uitvoerende executieve agency. Wij zijn echt mensen die nadenken over merken en klantbeleving en dat soort zaken. Dus daar ben ik het merendeel van mijn tijd mee bezig. Ja. Ik heb twee jonge dochtertjes die ook heel wat tijd opeisen. En daarnaast, om terug te komen op branding, ja, ik ben ook auteur van 4 boeken. De vijfde verschijnt binnenkort. Over branding en personal branding ook wel. Daar heb ik ook al wat achtergrond in. En in die hoedanigheid ook keynote speaker op allerhande congressen, seminaries, conferenties in binnen- en buitenland. Je hebt toch wel het een en ander achter de kiezen eigenlijk, als we het ja, ik mag niet klagen, laat ik het zo zeggen. Wat carrière betreft toch al heel leuke dingen mogen doen. Hè, want het is altijd tof dat je dat vertrouwen krijgt om dingen te mogen doen. Dus, maar zolang het met branding te maken heeft, I'm your guy. Ja. Ja, inderdaad. Hoe is dat verhaal eigenlijk gestart? Want jij bent nu inderdaad al wel x aantal jaar bezig. Uh-huh. Van waar kwam die passie voor die branding? Mijn vader Zaliger was prof aan de UA, toen nog UFSIA, in filosofie, psychologie, comparatieve godsdienstwetenschappen, antropologie. En ik was als kind al gefascineerd door waarom doen mensen wat ze doen en hoe bepaalde gedragingen vorm krijgen, hoe beslis je bepaalde zaken. Als kind ook was ik altijd bezig met fictieve bedrijfjes, clubjes op te richten en daar logo's voor te maken en dat te promoten. En dus de marketeer in mij zat er denk ik achteraf gezien al wel vrij vroeg in. Hoe dat dan professioneel begonnen, ik heb geen diploma, dus ik heb mijn middelbare school afgemaakt. Of all places op een Steinerschool. Ik was daar niet bepaald te tippen voor dat daar gedijde, laat ik het zo stellen, integendeel zelfs. Ik ben dan marketing gaan studeren aan de hogeschool en na een half jaar zei ik met mijn jeugdige arrogantie als 18-jarige, want dat kan ik beter, interessanter, innovatiever. Dus eigenlijk via marketing in branding terechtgekomen. Heel klassiek, denk ik. Waarbij ik met mijn toenmalige vriendin, later eerste echtgenote, begonnen ben met een klein bureautje op de Meijer in Antwerpen. En wij deden alles. Logo's maken, websites bouwen, drukwerk maken. Voornamelijk voor KMO's, maar toch ook al een paar grotere klanten. Ik denk aan een AZ Venture en zo. Mochten we toch verwerken. Een JBC, Schoenen Torfs, dat soort zaken.
En ik herinner me heel goed een gesprek op restaurant, dus met mijn toen echtgenoten en venoten, Kirsten, gedurende de eerste financiële crisis, 2008, zo die periode. Van ja, deze is het niet. Hè. We groeiden mooi, maar naarmate dat we meer mensen kregen en meer omzet, steeg ook de miserie en we verdienden er zelf niks meer aan. Hè. Dan zijn we gaan kijken, wat kunnen we doen? Concurreren tegen grote agencies zat er niet in. Dus de optie was vernauwen naar een niche. En waar wij heel sterk in waren, of wat klanten zeiden, dat appreciëren we aan jullie, is dat we mee nadachten over positionering van merken, vooraleer dat wij begonnen met websites te bouwen en flyertjes te maken, dat was het allemaal. En dan hebben we gezegd, we gaan stoppen met dat uitvoerend werk. We gaan meer proberen op te schuiven naar trainingen, naar adviezen, consultancy en dergelijke meer. En uit dat initiatief is dan eigenlijk in 2015, 16 is dan Pavlov, zoals het vandaag bestaat, ontstaan. Waar we met een andere venoot dan, in dit geval Michael, mijn broer, gezegd hebben van, kijk, we gaan ons echt specifieren op die niche. We gaan echt consultancy op C-level leveren bij klanten. En dat is het concept dat wij vandaag nog steeds in de markt hebben. Dus dat is eigenlijk heel organisch gekomen, maar achteraf gezien eigenlijk wel heel logisch. Dat zorgt ervoor dat we weinig directe concurrentie hebben. Hè. Onze concurrenten zijn grotere agencies die zeggen, ja, maar wij doen ook strategie. Of de klassieke business consultants, de EY's, de Deloitte en zo, die ook wel daarover nadenken. Maar wij vallen daar mooi tussen twee stoelen in eigenlijk. Hè. De klassieke business consultants en dan de uitvoerende agencies. Ja. Ja. Is dat nou iets vanuit een start-up denkende dan? Mm-hmm. Ja, je zegt dat dat zo wat organisch gegroeid is. Moeten jonge starters zich er bewust van zijn dat dat een proces is? Dat misschien het idee dat ze op dag één hebben, dat niet per se het idee is dat ze uiteindelijk gaan uitvoeren? Ik denk dat dat sowieso is. Ik denk dat alle succesverhalen bij start-ups op een gegeven moment, wanneer je proof of concept in de markt hebt en je eerste klanten hebt, wordt daar nog aangesleuteld en bijgestuurd. Ik denk dat je veel moeite zou hebben met een succesvolle start-up te vinden die gescaled is met zijn originele idee. Een 100% zijn originele idee. Bij ons dat organisch natuurlijk, ik denk wel vaak van, wij hadden 10 jaar eerder succesvol kunnen zijn als ik sneller op een niche had ingezet. Ja. En daar komt dan weer het... Vaak leidt men uit mijn verhaal af van, ja, maar je moet niet gaan studeren om iets te maken van je leven. Dat klopt natuurlijk, om te doen wat je graag doet. Mm-hmm. Toch dat al in elk geval. Van de andere kant is het natuurlijk wel zo dat mensen die in mijn omgeving gelukkig wel wat verstandiger zijn en wat langer gestudeerd hebben, met inzichten komen van, ik dacht, ja, die had ik misschien 10 jaar eerder kunnen hebben als ik mijn studie had afgemaakt. Hè. Ik denk dat ik te lang heb aangemodderd, laat het ons zo zeggen. Maar toen bestond de term start-up nog niet zoals, zoals dat vandaag gebruikt wordt. Hè. Dus ook iets dat jij vaak tegenkomt, bij VOCA dan, uw startadvies? Ja, tuurlijk. Je evolueert mee met uw doelgroep. Hè. Mm-hmm. Als uw product market fit er in het begin nog niet is, dan blijf jij tweaken en testen inderdaad, tot die een matcher er wel is met een doorgroep. Dus inderdaad, zien dat zeker een vast in de start-up. Ja. En is goed op je bakken gaan, misschien zal tuurlijk, ook wel helpen. Hè? Dan zeg je van, dat marcheert gewoon niet. Ja, absoluut. Ja. En leren, als je niet leert met je fout inderdaad, dan openstaan voor feedback. Ja, inderdaad. Was zo, jij ziet aan de lopende band starters natuurlijk. Ja. Was zo de meest gemaakte fout of zo een aantal dingen dat toch wel vaak terugkomen, waar de starters vandaag de dag tegenaan lopen? Ik denk misschien ook in dit brandingverhaal, als je fundamentenhuisje, om het zo te zeggen, niet klaar is. Dus daarbij bedoel ik, welk probleem lost het op, voor wie lost het op welke manier, waar ze dat anders en zo verder. Als dat allemaal niet klopt en als dat niet duidelijk is, dan gaat de uitwerking ook niet gestroomlijnd gaan. Dus dat marktonderzoek niet overslagen in de eerste fase. Ja. En is dat iets dat start-ups zelf kunnen leren? Of is dat iets waar dat ze toch wel beter van een professional gaan? Die en dat eventueel... Want ik weet bijvoorbeeld dat er inderdaad marketingbureaus zijn dat er echt in gespecialiseerd zijn, marktonderzoek. Maar contradictorisch dan, start-ups hebben geen geld om die te betalen. Hoe moet een start-up het marktonderzoek doen dan? Ja, natuurlijk zijn er veel initiatieven, hè, zoals Brio bijvoorbeeld, die dat daar, het stand-up traject, dat daar ook natuurlijk bij kan helpen. Hè, in een aantal sessies leer je echt stapgewijs vanuit een probleemstelling de markt onderzoeken, bevragen, interviews te doen. En dus dat hoeft zeker niet direct naar een marketing agency te gaan. Allee.
Ja. Ja. Voor ja, inderdaad. Dus. Dat klopt. Nu, Jolijn, hoe is uw verhaal begonnen? Want je hebt gezegd inderdaad, je hebt het stuk Voca, maar je hebt ook uw eigen bedrijf, als we het zo noemen. Ja, ja, inderdaad. hoe is dat van start gegaan? Wel, eigenlijk hetzelfde beetje als Stef. Hoe dat mijn passie van wijn is gekomen. Mijn papa is daar ook heel veel mee bezig. Dus gesprekken aan de keukentafel, van deze wijn heeft een uitgesproken lederaroma. Ik ben altijd geïnteresseerd. En dan op later leeftijd, ik ben ook iemand die heel graag hoe ga eten. Maar je kent... Je zegt die heel graag veel drinkt. Nee, hoe ga eten zo... Van mijn hobby met mijn broek gemaakt. Nee, hoe ga eten? Maar dan krijg je die wijnkaart... Keuzestress, je kunt je dat misschien wel inbeelden. En dat was voor mij persoonlijk mijn drive om mij ook echt te gaan opleiden in de wijn. Dus ik zit momenteel aan mijn derde graad. In augustus moet ik opnieuw een proefexamen en zo verder. En ik heb eigenlijk, ik ben toen eigenlijk heel sporadisch een wijnpagina gestart op Instagram. Om gewoon wat weetjes te delen. En eigenlijk kwam daar keiveel reactie op, ook van mijn vrienden en omgeving. En hetgeen waar ik heel veel energie van kreeg, was mensen samenbrengen. Mijn wijnkennis ook delen in een heel interactieve workshop. En zo ben ik gestart. En toen ik dat startte, had ik nooit durven dromen of denken dat mijn weekends daar eigenlijk ook mee vol zaten gepland. Het is eigenlijk echt als een sneltrein gegaan. De vragen kwamen ook meer van, ik moet de wijn hebben of welke zouden adviseren. Dus dat was voor mij een mooie bevestiging van we gaan dit nu wel in een schaalbaar jasje steken. Dus vandaar, ik ben nu achter het schermen aan een lounge bezig van een soort wijnspel en wijnboxen, zodat ik zoveel mogelijk mensen nog kan helpen. Nee. Nu, inderdaad, dat is daar, je hebt je eerste successen eigenlijk ervaren doordat je die Instagram-pagina hebt opgezet. Is dat iets dat je vandaag de dag nog zou aanraden met de komst van TikTok en misschien andere platformen. Ja. Maar ken je hoe lang geleden dat is dat je die pagina opgezet? Ongeveer anderhalf jaar geleden. Dat valt mee. Maar dus... is het iets dat je vandaag nog zou aanraden aan start-ups? Wel, ik ben aanwezig waar een doelgroep aanwezig is. Hè. Bij mij was dat Instagram een beetje een no-brainer. Ik zit zelf helemaal in mijn doelgroep. Ik krijg ook, dat is mijn hoofdkanaal, ik krijg daar ook heel veel messages via Instagram. Maar nu als wij morgen die wijnboxen lanceren, en dat is ook het ideale relatiegeschenk, natuurlijk, dan ga ik wel LinkedIn veel meer benutten. Dus TikTok-kanalen, denk dat je daar kritisch mee moet omgaan. Mm. Wat werkt voor mij in een doelgroep? Opnieuw, dat is weer zo dat fundamentenhuisje, je persona helemaal uitwerken en eens begrijpen om daarmee aan de slag te gaan. Ja. En vooral als merk niet elke hype volgen, hè? Want we krijgen ook wel eens die vragen gelezen van TikTok en denk maar jong, uw doelgroep zit daar niet en bespreek dat misschien eens met uw marketeers, maar ik zou dat nu precies niet doen. Maar gezegd, klopt wel, heel organisch. Hè? Ik heb zo'n side hustle, ik doe stijlreizen naar Londen met mannen die niet graag shoppen. Maar ik daar zelf al 10, 15 jaar al mijn kledij koop. En dan krijg je inderdaad zo vragen, maar dat was dan zelf niet eens opgezet officieel. Dan was gewoon ik ga trouwen, ik zie dat niet zitten. Maar ik mijn huis niet mee, dan los ik de trein betalen. Zo van random gasten uit mijn netwerk. En dan op een gegeven moment denk ik, misschien is daar wel een model in. En dan denk ik, ik ga dat eens aankondigen. Op Facebook was dat dan. Hè, van, er kan 6 man mee, wie gaat er mee shoppen in Londen? Binnen het uur zat dat vol. Hè? Dus mijn hotel, alles eten en dingen bij. En dan had ik drie dagen met die gasten op en af naar Londen. Een goed stukje gaan eten. En, naar al mijn favoriete winkels. En dan komen die echt zo niet gewijs uit de kot. Van, Stef, dat kostuum, is dat niet... Nee, dat is cool. Het staat u beeldig. Dus, maar is dat dan ook op die moment, hè, dat zat binnen het uur vol... Is dat dan omdat je op die moment al een serieus netwerk had en op Facebook een grote groep mensen kon aanspreken? Dat zal ongetwijfeld geholpen hebben, want dat was inderdaad gewoon op mijn eigen Facebookpagina, op mijn eigen Instagram. En dat is nog anders, denk ik, dan wanneer je zegt van ik wil daar echt met voorbedachte raden een businessmodel van maken. Hè. Mm. Maar ik denk dat veel van die dingen, zoals Jolijn ook omschrijft, hè, ontstaan organisch. Je hebt een passie voor iets, je begint daarover na te denken. En op een gegeven moment zeggen mensen die weten dat jij daar wat van kent. Ik heb hetzelfde voor met antiek. Ik heb een passie met antiek en opgezette dieren, taxidermie en zo. Okay. En dan komen er mensen van, mijn mama wil dat wegsmijten. Kun jij daar iets mee doen? Echt letterlijk op tuinfeest van Voca nog voor gehad. Zo van, die lusters, kan ik je daar plezier mee doen? Ja, dus mensen weten dat je daardoor gepassioneerd bent. En op een gegeven moment heb je dan,
als je een beetje ondernemersbloed hebt, denk je de reflex van ja, misschien zit daar wel iets meer in qua businessmodel. Zoals met het wijnverhaal. Hè, van, ja. Okay, als je van kinds af aan dat meekrijgt, daardoor geïntrigeerd bent, ja, dan kan daar wel eens een doelgroep voor zijn. Hè. Als je dan een beetje een netwerk hebt, op een of andere manier, zijn dingen snel gelanceerd, dan is het een kwestie van tweaken en fine-tunen. Dat doet me eigenlijk denken aan een marketingstrategie dat iemand dat wij kennen eigenlijk vol-en-back toepast. En dat is die deelt eigenlijk 95% van zijn kennis online. En heel veel mensen zijn er tegen, want ja, als ik alles dat ik ken online deel, dan gaan ze daarmee gaan lopen en dan gaan ze er zelf iets mee kunnen doen. Maar ik zie dan alle twee al neeschudden. Kunnen het beter wel allemaal dat is, delen? Dat is een gesprek dat wij intern bij Pavlov ook al hebben gehad. Hè. Dus van de twee venoten bij ons ben ik de meest visibele. Hè. Dus ik spreek op congressen, ik publiceer dingen, ik zit in podcasts en dergelijke meer. Ik kom in de gazetten op de radio. En dat gesprek heb ik met mijn venoot ook al gehad. Hè, van waar ligt de grens? Wat geef je weg en wat geef je niet weg? Hè. Bijvoorbeeld mijn laatste boek. Ja, daar staan de zeven cruciale inzichten in die wij op alle merken van toepassing vinden en die wij ook toepassen bij klanten. Dan kan je zeggen, ja, als iemand dat boek koopt voor €30 in de standaard boekhandel, ja, heeft die dan u nog nodig? Ja, de realiteit toont aan van wel, hè, dat het vaak heel inspirerend is. En ze zeggen, ja, dat is goed, maar ja, daar ben ik zelf niet aan. Of ja, dan wil ik toch wat meer inzicht specifiek op mijn maat toegespitst, bijvoorbeeld. Hetzelfde gesprek kan je hebben over podcasts en video's en zo. Geef je dan alles weg? Ja, fragmentarisch misschien wel, maar elke casus, in ons geval, dan is elke casus anders. Wanneer een klant bij ons komt, ja, dat is niet cookie cutter van wat we bij de vorige gedaan hebben. Hè. Dus al die wijsheden, als ik dat zo mag noemen, of al die expertise, is wel altijd dezelfde. En ja, je geeft daar een heel deel van weg, maar in mijn ervaring, in dienstverlening dan, heb ik toch de indruk dat dat vooral notoriteit opbouwt en vertrouwen geeft. Van, amai, ja, die gasten kennen daar heel wat van. Leadership, voilà, vinger aan verhaal. De pols, staat leadership. En wat je daarnet zei ook, hè, van, als je daarmee naar buiten komt en je deelt die kennis en zin, als mensen branding nodig hebben, of in zijn geval als het dan prijszetting nodig hebben, zet jij wel de eerste persoon wat dat ze aan denken natuurlijk. Hè. Exact. Tuurlijk. Dus, ja, inderdaad. Nu, ik kan me voorstellen, Jolijn, dat mensen zich enorm afvragen van, wat zit dat met de wijnhandel in de podcast te doen over branding? Ja. Kun je ons eens even vertellen? Ik zie niet wel sterk merk dat dat is. Ja. Zo, spontaan. Kun je eens even vertellen welke rol dat branding tot nu toe al gespeeld heeft in uw startup? Absoluut. Dus, zoals ik daarnet vertelde, inderdaad heel lean opgestart. Gewoon voor organiseren en tasting. Ik heb destijds mijn logo branding zelf gedaan in Canva. Ik denk zoals heel veel starters. Uiteindelijk, ik heb wel gevoel voor dat esthetische, om het zo te zeggen, mijn interieur, mijn kleding wat. Maar, dus dat was perfect oké om van start te gaan. Maar ik zeg het nu, dat dingen, dat er interesse naar is, zaken worden meer serieus, heb ik zo wel het is wel de moeite waard om nu ook te investeren. En zeker als we die wijnboxen op de markt gaan brengen, dat moet af zijn. En ik ben dan op zoek gegaan naar een graphic designer. Ik heb eigenlijk voor iemand gekozen waar ik toevallig eigenlijk al een paar keer op botste. Als ik een leuk merk zag van, dat was goed gedaan, doe me. Kwam ik er altijd op uit, dat is zij. Het is Jolie van Milder, zij doet heel veel. Die is eigenlijk pas ook gestart, een jonge madame ook nog. En doet heel veel brands, in de mode, lifestyle brands. En ik wilde haar echt voor haar stijl. En ik heb gezegd van, ik wil niks met wijnflesjes, rode kleuren, zwarte kleuren. Want iedereen doet dat in die sector. Ik wil echt iets wat voor het merk staat, dat ook echt op zich leeft. En, dus ik ben net mijn rebranding doorgeloodst. Ik ben super content met het resultaat. Het ligt klaar. De website ook is bijna klaar om live te gaan. Dus eigenlijk, ik ben zelf ook nog wel eens zoekende. Hoe ga ik dat communiceren? Nu, is dat iets dat ik in één keer... misschien dat jij kan beantwoorden. Laat ik even heel even korte handrem optrekken, want ik hoor je over branding spreken, maar het gaat wel over je merkidentiteit natuurlijk. Identiteit, dus dat is een belangrijk onderdeel. Dus een merk wordt niet ontwikkeld door een grafisch vormgever, hoe goed die dame daar ook in is natuurlijk. Dus dat is wel een onderscheid dat je moet maken en dat wij ook zeker aan starters vaak moeten uitleggen. Uw brand is geen onderdeel van uw marketingstrategie, als dusdanig. Is niet ondergeschikt aan marketing, beweegt naast elkaar.
En uw merk is ook niet uw logo natuurlijk. Hè. Dus Jolijn weet dat uiteraard, maar hè, dus, voor we de verkeerde indruk wekken dat het gaat over verpakking, hè, letterlijk en figuurlijk dan, wij zeggen aan klanten, uw merk als dusdanig doet er eigenlijk niet toe. Het gaat over wat uw merk mogelijk maakt. Hè. Mm-hmm. En branding is bedrijfskritisch in die zin dat het impact heeft op sales, op marketing, op PR en communicatie, hoe langer hoe meer ook op HR. Hè. Een sterk merk trekt ook de juiste mensen aan qua interne stakeholders, heeft impact op cultuur, heeft impact op transformatie en beslissingen die je maakt, purpose-driven dan, om uw merk vorm te geven. Dus uw merk is eigenlijk een vertaling van de visie of DNA van uw organisatie. Hè. Een logo is daar een mooie representatie van, is daar een mooi jasje van. Terug te komen op uw vraag, van ja, moet je daarover communiceren? Wij raden aan klanten, afhankelijk van de context, en ik ken natuurlijk de uwe te weinig, Jolijn, maar het is belangrijk dat wanneer je bijvoorbeeld een rebranding doet, het ideale scenario is dat je dat Big Bang gewijs doet. En dat je zorgt dat er overal visibiliteit voor is. Hè. Mm-hmm. Ja, starter kan dat in theorie nog. Als wij rebrandings begeleiden, ik denk aan een Brussels Airport destijds bijvoorbeeld, die hadden daar gelukkig het budget voor om dat Big Bang gewijs te doen. Maar de meesten zeggen, ja, dat moet in stukjes, dat moet in fase. Wij hebben gewoon de centen niet om na het ontwikkelen van een merkstrategie en een merkidentiteit, dat ook ineens met ene vingerknip is even voor een paar honderdduizend euro overal te gaan aanpassen. Om nog maar over de context te zwijgen, waar dat gewoon bijna onmogelijk is. Hè. We hebben ooit de rebranding van B-Logistics naar Linias begeleid. Hè. Dus de vroegere cargotak van de Belgische Spoorwegen. Dat is een privébedrijf sinds 2014. We hebben die rebranding van A tot Z begeleid. Ja, die hebben echt gewoon twee jobstudenten met een iPad en een treinabonnement op pad gestuurd om overal in dit land, waar je nog dat oude logo en die oude naam zag, daar gewacht van te maken, daar een foto van te trekken. Die inventaris van dat oude logo alleen al, dat was een kaft van 300 pagina's dik, van ja, dat moet allemaal ooit veranderd worden. Hè. Maar een tasje in een depot ergens in Wallonië, waar een oude logo op staat, ja, dat is uiteraard niet prioriteit. Dan moet je kijken, ja, moeten we niet eerst ons wagons helemaal gaan onze locomotieven gaan herbeletteren, bij wijze van spreken. Dus ja, hoe moet je daarover communiceren? Ik zou zeggen, zoveel mogelijk ruchtbaarheid aangeven. Wij zeggen altijd, het moment dat je een rebrand lanceert, dat is een momentum. En hoe meer dat je daaraan kan koppelen, bijvoorbeeld een nieuw product dat je lanceert, hoe beter natuurlijk. Hè. Als je zegt, van, ja, we hebben een nieuw logo, dan zeggen mensen, ah, ja, oké, tof, ik vind het knap, dan hou het op. Als je zegt, van, ja, maar ja, die nieuwe identiteit staat voor een nieuwe merkstrategie en die heeft een reden, namelijk, ja, we gaan met dit of dit product van start of we lanceren nu officieel voor een brede markt. Mm-hmm. Dan heb je momentum, dan heb je misschien ook persaandacht en dat soort zaken. Ja, dus, absoluut. Gebruik die rebranding ten volle om zoveel mogelijk ruchtbaarheid te creëren. In dit geval dan, is die vraag heel marketing toegespitst. Dat geldt ook voor sales. Hè. Je kan ook in je verkoop je rebranding als tool, als momentum gaan aanwenden om te zeggen van kijk eens wat we hebben en kijk eens wat de benefit voor u is, liefde klant. Ja, ik heb het er net ook al gezegd, startups hebben weinig geld, vaak geen geld. Misschien als eerste moeten startups investeren in een branding bij een branding agency, of is, gelijk dat heel veel startups het nu doen, een Canva, want wij hebben het inderdaad ook gewoon bij Photoshop en Illustrator gedaan. Zoals de meeste, denk ik. Hè? Is dat voldoende als startup? Of moeten we als startup proberen toch direct die identiteit knaljuist te zetten? Dat zijn twee vragen in één eigenlijk. Hè. De vraag is, moet een start-up, want dat is de core al de basisvraag, hè. Moet een start-up in zijn merk investeren? Daar is het antwoord absoluut ja. Natuurlijk, de vraag is, wat bedoel je met investeren? Bedoel je daarmee van met heel veel geld op tafel komen, daar 3-4 agencies opzetten en dergelijke meer, en zorgen dat dat helemaal clean en gelikt is? Dan is het antwoord nee, denk ik. Hè. Dat kan natuurlijk ook vanaf opnieuw van de context. Hè. Dat is heel erg contextgevoelig. Als je zegt van, we hebben hier nu zo lang op een proof of concept gewerkt, ergens in een laboratorium van een universiteit, het is spin-off tijd en nu moet het, ik zeg maar, wereldwijd gelanceerd worden. Ja, dan zou ik durven van uw funding te gebruiken om uw merk ineens op punt te zetten. Als dat organisch start vanuit uw eigen passie, hè, het verhaal van Jolijn is daar een perfecte voorbeeld van, is er niks mis met dat zelf te maken in Canva of dat inderdaad aan de vormgever om de hoek te vragen van, kan je eens meekijken om dat een beetje proper te krijgen? Mag ik zeggen, dat zijn twee vragen naast elkaar. Hè. Er is bijvoorbeeld een strekking bij startups die zegt van, ja, je moet vooral eerst verkopen. Letterlijk een wetmatigheid. Van als je nog geen miljoen euro aan sales hebt, moet je van je brand niet wakker liggen.
ja, ik kan het daar niet oneens mee zijn dan dat ik het ben. Hè. Omdat natuurlijk, uw merk opnieuw, hè, gaat niet over marketing, gaat niet over uw logootje. Hè. Dat gaat over wie ben ik, wie wil ik bereiken, wat wil ik vertellen, wat is mijn added value, hoe onderscheid ik mij van concurrenten, wat zijn motieven van mijn doelgroep om met mij te werken en niet met iemand anders, of de koer in mijn categorie zijn geld uit te geven. Dat is branding en dat moet je wel doen. Dat is deel van dat onderzoek, dat is deel van die start-up fase. Helaas ook vaak deel van retrofitting. Hè. Het moment dat men dan gaat groeien, dan zegt oei, daar hebben we nooit over nagedacht. Hè. We hebben altijd alles willen doen voor iedereen. Laat ons dat nu maar eens op punt stellen. Nu, bon, al goed, hè, want anders heb ik geen werk. Hè, maar, dus nadenken over je brand, ja. Nadenken over je identiteit is uiteraard ook belangrijk. En je moet ook vermijden dat je heel veel tijd en energie steekt in je concept ruchtbaarheid te geven, je merk ruchtbaarheid te geven, met een naam of een logo die dan achteraf niet ideaal blijken te zijn. De realiteit is natuurlijk, en dat is een voorbeeld dat ik vaak geef, hè, als jij goed bent, je bent opgeleid tot schrijnwerker en je zegt, mijn specialiteit is ramen maken. En jij begint een start-up, als je dat zo mocht noemen, als starter ramen te maken. Ja. Op een gegeven moment zeg je, ja, maar die ramen, ik krijg vraag naar deuren, ja, ik heb die machines toch staan. Ja, als je op dat moment je bedrijf ramenspecialist genoemd hebt en je URL is ramenspecialist.be, dan zit je daar al met een probleem. Dus een advies dat wij geven aan start-ups wanneer ze met branding en aan merkidentiteit en naamgeving en zo bezig zijn, is wel van denk na over hoe maak je dat future-proof. Hè? Het voorbeeld van de wijnflesjes in het logo is perfect. Ook daar een advies eigenlijk dat je kan geven. Hè? Van, los van het feit dat je die clichés wilt vermijden, wat als je morgen zegt, van, er is vraag naar whiskyboxen en een whiskyspel, ja, dan moet je misschien niet een naam met wijn hebben of een logo met een wijnflesje in. Hè? Dus rijd je eigen daar al niet per definitie vast, denk ik, door de klassieke ideeën rond vormgeving en dergelijke meer. Neem een heel stom voorbeeld van een razend succesvolle start-up als Uber bijvoorbeeld. Dat heeft niks met auto's te maken, niks met mobiliteit, met verplaatsing, met leveringen, niks. Hè. Dat is gewoon Uber. Dus dat op zich zit wel goed in elkaar als brand, omdat dat een naam is. Ja, als zij morgen zeggen, ja, wij gaan transport van dieren doen, ja, dat kan ook, hè. Of een eigen keten van pizza-zaken starten, dat kan in theorie ook onder die naam natuurlijk. Onder die naam, inderdaad. Is dat iets dat je al vaak moet doen, zo een bedrijf hernoemen ook? Is dat vaak deel van de rebranding of komt het meer neer op kleuren en vormgeving? Opnieuw, als je het over identiteit hebt, de twee horen bij elkaar. Hè. Dus als je rebranding bekijkt, puur merkidentiteitgewijs, dan gebeurt het inderdaad dat we zeggen, het is tijd voor een opfrissing, hè, of een lichte wijziging, of een keer een nieuwe baseline of een ander logo. Dat gebeurt. Helaas is het ook heel vaak, en ik zeg helaas uit onpersoonlijke redenen, want dat is natuurlijk heel belangrijk, maar helaas is ook naamgeving of naamverandering daar een heel belangrijk onderdeel van. Waarom helaas? Omdat dat binnen het spectrum van alles wat je met branding kan doen het meest gruwelijke is. Een naam kiezen of een naam veranderen. Dat is een processie van echternacht. Ook voor specialisten, voor copywriters gespecialiseerd in short copy, is dat ook niet evident, omdat je op heel veel bijvoorbeeld juridische dingen stoot. Hè. Je hebt soms van, dat is super die naam, en dan gaat dat door het Benelux merkendepot halen, en dan, iets dat erop lijkt. Dus dat is goed dat heel veel merken denken aan de wettelijke bescherming of juridische bescherming van hun merk met een trademark. Maar dat is zodanig veel start-ups, zelfstandigen, hebben merken gedeponeerd dat het alsmaar moeilijker wordt om iets uniek te vinden. Dus dat is niet evident. Op uw vraag terug te komen, ja, dat is een vraag, maar dat is dan... wij gaan niet gemakkelijk ingaan op de puur esthetische vragen van het Pavlov. Ja. Rebranding voor ons, als het puur cosmetisch is, dan denk ik inderdaad dat je sneller af bent en het koper af bent misschien ook, met een partij die zegt, ja, wij gaan nu een mooie nieuwe identiteit maken. En die zijn er veel. En er zijn er heel veel goeie bij ook. Hè. Gaande van zelfstandige vormgevers tot agencies die echt zeggen, wij zijn gespecialiseerd in brand identity design. Als het gaat over een bredere vraag, de rebrandings bij ons zijn, wij gaan fusioneren. Hè. Welke naam moeten we overhouden of beter een nieuwe naam? Ja, dan gaan we dat eerst onderzoeken voordat wij aan een nieuwe naam ontwikkelen. Of de vlag dekt de lading niet meer. Dat is in 90% van de gevallen. Hè. Ja, we hebben ooit een naam gekozen, maar ja, geëvolueerd als bedrijf, je model verandert, we hebben een andere purpose, dat klopt allemaal niet meer. Of inderdaad, ja, we hebben destijds lukraak iets gekozen, ja, en nu blijkt dat juridisch toch een beetje een issue te zijn, want ja, we willen eigenlijk graag in Duitsland beginnen, maar in Duitsland is er alleen een die zo heet, daarop trekkend. Dus dat zijn de klassieke
Meestal is de vlagdekte lading niet meer. En vaak inderdaad juridische dingen, hè, fusies, overnames, merken die moeten verdwijnen. We zien trouwens het omgekeerde ook. Hè, dat meestal worden merken geschrapt in zo'n operaties, maar soms komen er ook bij. Hè. Ja. Dan zeggen ze van ja, we hebben een bepaald aanbod en dat zit nu zo ergens in een hoekje gemoffeld, maar dat past daar eigenlijk niet bij. En dat is een spin-off en een overname. Ja. Dus dat is, bij grotere klanten speelt dat even goed. Ja, ja. Als ze te veel merken of ze weinig merken hebben. Hè. Ja. Is dat iets wat je over nagedacht hebt met jullie branding, om het te hernoemen? Nee. Nee, bewust? Maar je vond van, goeie naam, kan het gewoon lekker houden? Wel, inderdaad. Ja, ik heb het inderdaad ook bij het BOIB geregistreerd. Verstandig, absoluut. Ja, nee, het is wel duidelijk, allee, voor mij toch, momenteel dat echt wel de focus op wijn blijft liggen. Ik heb een tijdje terug ook een partner in wine, zo noem ik haar soms. Zij is sommelier. Margot Balemans. Ik ben super blij dat ze het heeft vervoegd. En ik zie eigenlijk alleen nog maar potentieel in voldoende uitbreiding in de wijnwereld. Dus. Dat is zeker waar, hè, wel duidelijk. Ik gaf maar een voorbeeld met die natuurlijk, ik begrijp het helemaal. Alleen maar positiviteit in de toekomst. Over positiviteit gesproken. Mm-hmm. Heb je zo nu in die korte periode dat je bezig bent, al zo een favoriet momentje meegemaakt waar je van zegt: potverdikke, dat was nog eens echt. Plezant. Ah, ja, ik denk sowieso het, dat er nog een mooi pad is voor de wijnbrigade. Maar wat ik zelf echt wel mega overdonderd van was, is, ik was eens op een klein festivalletje en daar kwam zo'n meisje ook naar mij van, zeg, je bent toch die van de wijnbrigade, hè? Ah, ja, dus dat was eigenlijk super tof. Maar over het algemeen, als ik zo merk... dat mensen bij mij komen van, ik heb dat van haar en die vond het kei leuk, je hebt dat kei goed gedaan. Dat ik zo merk van, dat speelt wel en er is heel veel mond tot mond. Dat vind ik eigenlijk het mooiste compliment dat ik kan krijgen. Ja. Dat zijn de beste momenten. Ja, dat is echt fijn. Ik zie dat heel erg ook. Ja. Dat is dan meer mezelf dan een Pavlov misschien. Hoewel dat ook leuk is dat je voor een overweg staat en je ziet een locomotief passeren met een logo dat jij gemaakt hebt. Ja. Je staat in de file achter een kamionet en dan zeg ik tegen mijn 3-jarige oude dochter, dat logo hebben wij gemaakt. En dan zeg ik, die kleine allemaal. Ja. Whatever, papa, boring. Ja. Maar effectief, hè, op de boekenbeurs zitten signeren ooit en de leerkracht die mij na mijn 5e middelbaar vriendelijk verzocht heeft de school te verlaten nog voor mijn laatste jaar, kwam dan toch een boek laten signeren. Echt? Op restaurant zitten en aangesproken worden, de Hollanders van, hey, ben jij niet Steffi Beek? Ja. Mensen die komen solliciteren, die zeggen, ik heb nog les van u gehad, ooit een gastcollege ergens over branding. Dat soort dingen. Op een begrafenis, iemand die mij aansprak, dankzij uw YouTube-filmpje van 12 jaar oud, weet ik hoe ik mijn das moest knopen. Ik heb vanochtend nog uw filmpje bekeken. Dus zelfs tot op het awkward af, zo echt wel leuk. Ja. Ja, nu, ja, je hebt inderdaad 4 boeken geschreven, 5e komt een aantocht, is een aantocht. Mm-hmm. Hoe begin je aan zoiets? Aan een boekje Eén, van waar kwam dat idee? En twee, wat zijn dan die eerste stappen geweest om zo een boek te schrijven? Ja, dat idee kwam op hetzelfde moment dat we zeiden, we moeten naar een niche gaan. Hè. Dus ik ben zelf met periodes, een hevige lezer van alles wat in mijn vakgebied belangrijk is of actueel is. Dus ik lees heel veel. We hebben bij Pavlov ook een zeer uitgebreide bibliotheek met allerhande brandingboeken van over heel de wereld. Dus ik dacht, omdat ik nogal een vlotte pen, een vlotte babbel heb, dacht ik van ja, hoe moeilijk kan het zijn om een boek te schrijven? Mm. En terwijl ik daar zo mee bezig was met dat idee, ik had het plan opgevat van ja, niemand weet wie ik ben. Ik spreek dan van 2009 ongeveer. Niemand weet wie ik ben, dus wat ik ga doen is wat bekende mensen interviewen over hun personal brand en ik ga dat als succescases in dat boek steken en kan ik op de cover zetten met succesverhalen van die en die en die en die. En toen het personal brand in Vlaanderen was Piet Huizentruid. Sos Piet, zoals hem toen in de volksmond genoemd werd, SOS Piet. Ik had via een manier gevonden om in contact te komen met hem. En ik kwam uiteindelijk bij zijn manager uit. En die man zei, wat is precies het concept en waar wordt dat uitgegeven? Ik zeg, maar ik ben in gesprek met verschillende uitgevers, ik had me zo wat uitgeluld. En zei men, je weet, hè, boeken van Piet worden uitgegeven bij Lano, en dat ligt dan toch allemaal wat gevoelig in bij welke uitgever dat dan uitkomt en wat dat precies het concept is. En het kwam erop neer dat ik dus dezelfde dag nog een bericht kreeg van Lano, om te zeggen, wij vernemen hier van het management van Piet Huizentruid dat je met een boek bezig bent over personal branding.
En dat je met verschillende uitgevers spreekt, maar wij vinden er niks van terug hier bij ons. Ja. U gaat toch met ons komen babbelen ook? Want ja, eigenlijk, we zijn op zoek naar iemand die daarover iets wil schrijven. En ofwel moeten we iets Engels vertalen naar het Nederlands, maar we hebben natuurlijk liever dan een Vlaming dat schrijft, die daar wat van afkent. Ik zeg, really? Dus op één meeting was dat allemaal beklonken. Hè. Nee. Mijn eerste boek is 2010 verschenen, ging over personal branding. Bij Lano Campus, hè, dus de academische tak. En hoe begin je daaraan om op je vraag terug te komen, los van dan een uitgever te vinden, wat toen ook wel op een andere manier verloopt dan vandaag natuurlijk. Mm-hmm. In mijn geval ging dat over, en zo is dat nu met mijn vijfde boek ook, hè, dus ik heb een grote flipchart met allemaal post-itjes hangen. Dat is een beetje een dwaze meme, denk ik, geworden, stilletjes aan, maar nog net geen koortjes tussen en conspiracies. Maar ik heb een idee in mijn hoofd van wat ik wil vertellen en wat de essentie van het verhaal moet worden. Het hangt ook een beetje af van het type boek natuurlijk. Maar, ik schrijf stellingen op en titels van hoofdstukken. Ik hang die in een bepaalde volgorde en dan begin ik gewoon te schrijven. En dat is in mijn geval een Google Docs waar mijn vennoot in kan, mijn echtgenote en mijn uitgever. Die dus met drie tegelijk, soms een alinea hoger dan waar ik aan het tippen ben, al opmerkingen. Dingsam, dat ik zeg van, mannetjes, wow. Ja. Mag ik even? Ik heb het zelf nog niet herlezen. Dus dat is een heel interactieve bezigheid, nu toch, vandaag. Mijn nieuwe boek, Relatie Renaissance, heeft een heel duidelijke stelling. Namelijk dat merken meer menselijk moeten worden en meer op relaties moeten gaan inzetten om succesvol te zijn in de toekomst. Mijn vorig boek is natuurlijk anders, omdat daar 7 wetmatigheden in staan. Mm-hmm. Ja, dat is eenvoudig. Je hebt die 7, je hangt die op en je begint te denken, ja, wat kan ik daarover vertellen. Ja. En dat zijn dan cases van klanten, onderzoeken die wij daarover zien passeren, expertise die je hebt opgebouwd. Dus, mijn laatste boek heb ik op 2 maanden geschreven. Binnen deze heb ik nu een maand vakantie gepakt om te schrijven. Zo een keer een halve dag, een keer een avond, een keer een middag. En dus je had al op iets meer dan een maand een ruw manuscript klaar. En dat schrijven is niks, het is altijd research. Als ik op het podium van een congres zeg van ja, zoals iedereen weet, hè, of ik haal een cijfer aan, hè, 84% van de klanten vindt dat belangrijk bij uw merk. Er is niemand in de zaal die zegt, meneer, wat is uw bron? Maar je dat in een boek zet, moet je natuurlijk wel een voetnoot hebben ook. En ja, maar, waar kwam dat cijfer weer vandaan? Ik heb dat al 3 jaar, ja. En dan moet je beginnen zoeken, en dan komen er weer nieuwe dingen tegen. Het is veel rabbit holes, hè. Dus, inderdaad. Vorige week ook, ik wou een stukje... Een voetnoot toevoegen aan een stukje dat ik had geschreven. Mm-hmm. Begon wat te zoeken. We hebben net 44 tabs openstaan in mijn browser. En dan zitten we 6 uur verder en zeiden, wat was ik nu weer aan het doen? Want ik had dan van alles zitten lezen. Ja. En stukken van pdf zitten maar afprinten. Dus het is veel verdwijnen in rabbit holes. Het gaat wel vlotter nu dan... Ja, maar dit een boek is met een heel duidelijke premisse. Ik zeg het, die stelling is duidelijk. Ik spreek daar ook al een tijdje over, dus ik weet wel ongeveer wat ik daarover wil vertellen. Het probleem is natuurlijk, als je een keynote geeft, moet je zorgen dat mensen geïnspireerd buiten gaan en zeggen, maar godverdomme, die Verbeek heeft gelijk. En dan gaan we nu toch eens verder over nadenken. En in het beste geval bellen ze mij op om te helpen daarover na te denken. Ja. Natuurlijk, wanneer je een boek schrijft, moet dat op zichzelf staan. En dus dan probeer ik daar methodes voor te gebruiken. In brand hacking, mijn laatste boek, is dat dan de 7 cruciale inzichten die je merk onmisbaar maken. Lees waarvan ik vind dat elk merk ze zou moeten kennen en omarmen en toepassen. In de relatierenaissance ben ik vertrokken vanuit 5 paradoxen waar merken vandaag mee kampen, of die uitdagingen die ze vandaag tegenkomen. En dan heb ik gezegd, de oplossing is een relationeel merk ontwikkelen voor je organisatie. En dan omschrijf ik de 6 deugden van het relationele merk. Hè, voorwaarden eigenlijk, om daaraan te voldoen. Met het idee van, ja, dat is eigenlijk een checkbox die je kan afvinken telkens. Omdat je moet er een beetje structuur in krijgen, dat ook aangenaam leest en in brokjes leest. Anders krijg je gewoon een of ander filosofisch epistel van 200 pagina's waar mensen mee in slaap vallen. Ja, wat is uw punt nu eigenlijk? Wat moet ik daar nu mee doen? Dus ik probeer dat altijd heel praktisch te maken. Met veel voorbeelden, veel cijfers, veel actiepunten enzovoort. Dus daarmee dat ik er juist zeg, hangt een beetje af van het type boek dat je aan het schrijven bent. Alright. Goed, we zijn jammer genoeg al aan het laatste hoofdstuk gekomen van onze podcast. Ik zou hier eigenlijk graag nog 2-3 uur blijven zitten om te blijven lullen over branding. Maar in het laatste hoofdstuk stel ik altijd 1 vraag. En die vraag is heel simpel. Wat is volgens jullie de ultieme tip voor hedendaagse startende ondernemers? En we gaan het een beetje beperken naar de ultieme tip binnen branding. Zeker voor u, Stef. Voor jou, Alain, wil ik dat nog een beetje breder maken. Maar we zullen eerst bij Alain beginnen. Wat denk jij? Wat is volgens u
met hetgeen wat jij tot nu toe al meegemaakt hebt en mm-hmm. kennis binnen Voca natuurlijk. Mm-hmm. Wat is volgens u de ultieme tip voor hedendaagse starters? Ik vermoed dat dat al vaak aan bod is gekomen. Maar dat is echt mijn tip. Ga zo snel mogelijk spreken met uw mogelijke klanten, met al uw stakeholders, met uw mogelijke verdelers, met collega-ondernemers. Dat is echt een professioneel netwerk. Gewoon doen. Maak een afspraak en dan ga je zoveel meer input hebben om verder te gaan. Geeft ook enorm veel energie. Bij mij dan toch. Blijf niet met dat idee thuis zitten. Komt naar buiten en test. En misschien ook een beetje, omdat we nu toch over voor branding bezig zijn. Ja. Vind uw USP een beetje voor uzelf. Hè. Dus wat maakt u uniek? Wat geeft u zelf ook energie? En positioneert u daar ook naar? Hè. Zoals je zegt, dat thought leadership een beetje in een podcast gaan praten bij iemand anders. Niet alleen deelt die kennis. Dat gaat u zelf op persoonlijk vlak ook enorm doen gooien. Alright. Ideaal. Dankjewel, Jolijn. Stef? Ik kan er alleen maar op aansluiten. Mijn advies zou zijn, zorg dat je strategisch ook goed nadenkt. Hè? Dus los van het vormelijke, en dat is exact wat Jolien zegt, hè, maar spreek met je doelgroep, snap wat hun motieven zijn. Niet alleen rationeel, van ik drink graag wijn, ik vind dat lekker. Dat is rationeel. Of prijs, of dat soort zaken, of beschikbaarheid. Maar vooral ook emotioneel. Hè? Mm-hmm. Misschien wil ik wel een speciale wijn om mijn toekomstig lief mee te imponeren, weet ik veel wat, of om mijn buren jaloers te maken op de volgende barbecue. Mm-hmm. Dat zijn motieven die mensen misschien niet meteen gaan uitspreken, maar die zeer belangrijk zijn. Hè. Je sprak er straks over marktonderzoek. Small data is cruciaal. Ja, tussen de lijnen lezen, big data, vergeet dure marktonderzoeken. Begin als start-up is met small data. Ja. Met de loeren in de lijst desnoods een dag gewoon gaan kamperen, onopvallend, en kijken van hoe kiezen mensen wijn, bijvoorbeeld. Hè? In een grote retailer, daar kan je misschien heel veel van leren voor een start-up rond wijn. En daaraan toevoegend, je spreekt over USP, ik ben ook een enorme believer in alles wat niche is. Ik weet dat niet voor iedereen van toepassing is, en ik word daar vaak op gechallenged ook, maar ik geloof dat als je heel duidelijk keuzes maakt, en dat geldt voor alle merken en in het bijzonder voor start-ups, maak keuzes, vermijd consensus. Consensus is de vijand van elk sterk merk. Als je wilt alles zijn voor iedereen, eindig je als niets voor niemand. En dan zijn ook alle scherpe kantjes eraf geveild, terwijl dat net de dingen zijn die merken interessant maken, die scherpe kantjes. Maak het niet te moeilijk, maak ergens een keuze en zeg van bijvoorbeeld wijn. Hè? En zeg van, oké, goed, wat dan met wijn? Maak daar een keuze rond en hou je daar ook aan. De verleiding is vaak heel groot, en die herken ik ook bij mezelf, van als je dan plotseling de mogelijkheid krijgt om nog iets anders daarbij te gaan doen dat mogelijk interessant kan zijn, dan begin je af te dwalen, verlies je focus, verlies je niche, en is het ook niet meer duidelijk voor de markt wat jij precies doet. Ja, als ik morgen ook websites begin te bouwen, als het idee van maar een goede brand moet een goede site hebben anno 2022, dan ben ik voor sommige mensen de boy van de website. Nee, er zijn mensen die daar heel goed in zijn. Wij gaan nadenken over je merk en dan wat daaruit komt, moet je dan bij anderen gaan doen. Wij zeggen soms, be a big fish in a small pond. Helemaal waar, absoluut. Ik ga nu nog eens heel even challengen dan. Wat als iemand na verloop van tijd zijn passie verliest in hetgeen wat hem eerst mee begonnen is? Dus je zegt, kies de niche, maak keuzes aan het begin. Mm-hmm. En na 4-5 jaar denk jij, hetgeen wat ik vandaag mee bezig ben, ja, dat is niche en dat draait dan, dat is goed. Maar ik vind het gewoon niet meer plezant. Ik sleur mij elke dag naar het werk. Wat dan moet je niet rebranden, dan moet je rebooten. Dan moet je er gewoon mee stoppen. Verkoop dat of ontbind dat. Stop daarmee en ga iets anders doen met je leven. Omdat voor mij, dat is dan puur ondernemerschap dan, en minder los van branding. Als je je uit je bed moet slepen elke ochtend tegen je zin, of je doet dat niet meer met passie. Ik kreeg over laatst in een podcast de vraag van wat hoop je mee te geven aan uw dochters. Hoop je dat ze ondernemend worden? Ik zeg, ik hoop vooral dat die gepassioneerd zijn. Door eender wat. Als dat door bloemetjes is, dat ze dan een school aan tuin zetten en bij de groendienst van de stad gaan werken, voor mijn part. Je moet dat graag doen. Ja. En op het moment dat je het niet meer graag doet, dan dat is teken dat je keuzes moet maken in je leven. Maar dat staat voor mij meer met ondernemerschap dan met mijn branding te maken. Ja, als je niche nu niet ligt of niet meer ligt, dat is hetzelfde met, wat moet je gaan studeren? Hè? Ik ken heel weinig interessante mensen die exact datgene doen waarvoor ze gestudeerd hebben. Bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Zou je dat kunnen beamen, Jolijn? Ik heb toegepaste economische wetenschappen gestudeerd, dus dat
Allee, dat valt er is nog wel een match, maar dan heb ik International Fashion Management als tweede master gedaan. En dat is ja, ook nog een andere passie. Ja, enorm van mij. Dus, ja. Maar ik beaam dat zeker in mijn omgeving. Ken ik heel veel mensen die totaal in iets anders zijn gestart. Ja, absoluut. Goed. Stef, Jolijn, dikke merci om er hier te komen. Bedankt. Ik vond het echt super interessant. Ik heb graag gedaan. Bijgeleerd over branding. Okay. En over wijn mag ik hopen straks. Inderdaad. Heel veel succes nog met Pavlov en alles wat je nog mee bezig bent. Uw boeken, uw YouTube-kanaal, al uw side hustles. Yes, al mijn side hustles. Jolijn, heel veel succes binnen Voka en met uw wijnbusiness. Yes, de wijn. Dank je. En voor de mensen thuis, tot de volgende keer.